Goeiedag, daar ben ik weer. Hopelijk zijn jullie er ook allemaal. We gaan aan de slag met de Politieke Economie. Het programma waarin ik samen met Dr. Marius Riedijk van de Vrije Universiteit de Politieke Economie bespreek. Dat wil zeggen of de politiek of de economie of de combinatie van die beide. En dat lukt natuurlijk vooral met Dr. Marius er zelf bij. Dus die toveren het tevoorschijn. Dag Marius. Dag Joost. Dag kijkbuiskindertjes. En kijkers. En hoe is het met jou? Ja, goed. Mooi. Ik ben jarig, dus... Oh ja, dat is waar. Dat ben ik helemaal vergeten. Om een jaar erbij te krijgen. Ja, nou gefeliciteerd. Ja, dankjewel Joost. En nou hebben we dan ook nog een onderwerp wat natuurlijk een cadeau voor jouw verjaardag is. Sociale kredietsystemen, social credit systems. Ja. Of is dat niet een favoriet onderwerp van je? Ja, het puntensysteem om gedrag te beïnvloeden, dat is al heel lang bekend. Niet alleen op statenniveau, maar juist ook bijvoorbeeld in de gedragstherapie. Dus het is wel een interessant experiment om dat eens onder de loep te nemen, Joost. Echt ja. Mooi. Mooi. En dat is allemaal gebaseerd natuurlijk op het ABC-model. Ja, klopt. Weten mensen nog wat dat is, denk je? Dat weet ik niet zeker. Daarom wou ik jou vragen, kun je nog een keer kort in het kort uitleggen wat het ABC-model precies inhoudt? Ja, het ABC-model is de basis van de gedragsanalyse. Gedragsanalyse is een natuurwetenschap van gedrag, die gedrag als eenheid van onderzoek ziet. Dus niet als een symptoom van onderliggende psychische zaken, maar gewoon als een afhankelijke variabele die afhankelijk is van omgevingsinvloeden, van prikkels. Nou, we kennen die prikkels van Pavlov, die was eigenlijk de eerste gedragsanalist. Ja. Daarna had je Skinner met operant conditioneren en die heeft het ABC-model bedacht. En A staat voor antecedenten, prikkels vooraf het gedrag. Mm-hmm. En consequenties voor prikkels na het gedrag en dat maakt het ABC. A, antecedenten, B, behavior en C, consequenties. Duidelijk. En dan is natuurlijk het belangrijke punt dat die consequenties een veel grotere impact op ons toekomstig gedrag hebben dan antecedenten. Ja, klopt. Dus mensen zijn altijd, als je ze op straat ziet, als je ze beluistert, zijn altijd bezig om voordeel te krijgen, proberen te krijgen van hun activiteiten. Dus als je iemand ziet lopen, die gaat ergens naar een beloning toe. Hè? Vaak noemen we dat dan een beloning. En als je wat zegt, zoals wij dat nu doen, dan hopen wij positieve consequenties te ervaren bij de luisteraar. Dat die daar iets mee kunnen en vaker terug. Ja. Ik hoop dat die dan zo enthousiast worden over het ABC-model, dat ze bij mij de opleiding invloed vergroten gaan doen. Ja, en bij mij gaan beleggen. Of bij jou, of we zien dat wel. Daar zijn alle mogelijkheden mee. Ik heb ook nog een beleggen met het, goed dat je het noemt. Beleggen met het ABC-model, want ook voor beleggers is dat een belangrijk onderwerp. Ik zal even de link in de chat zetten. Dat is speculare.nl en dan meedoen. Het hele beurssysteem is natuurlijk ook een manier om positieve en negatieve consequenties uit te delen. Ja. Je hebt nog niet iets gezegd over positieve en negatieve consequenties. Kan je daar iets over zeggen? Ja, we zien nu bijvoorbeeld in de beurs dat beleggers dat die negatieve consequenties ervaren van het beleggen, omdat die beurs flink gezakt is de afgelopen dagen, de afgelopen maanden. En de vraag is... een beetje omhoog. Ja. Positieve consequenties laten uiteraard gedrag toenemen in de toekomst. Maar je kunt het dus ook daardoor de omgeving zodanig beïnvloeden dat mensen positieve consequenties ervaren van hun gedrag. Dan kunnen we zelf als leidinggevende of als consultant kunnen daar ook natuurlijk een technologie zeg maar op baseren op die gedragsanalyse. Ja. En negatieve consequenties die hebben vaak allerlei ook negatieve bijwerkingen. Je ziet er maar goed in. Die heeft natuurlijk veel bereikt en zijn zin gekregen door een aversieve prikkels te geven. Maar je ziet ook dat dat op lange termijn meestal tot grote problemen bij die persoon leidt. Ja. Maar nu met het puntensysteem, ja, als je dus positief gedrag gaat belonen met punten. Punten zijn natuurlijk een hele handige manier om niet steeds zelf erbij te hoeven zijn om compliment te geven, om geld te geven.
Ja. Maar je kunt het opsparen voor iets anders. En dat is een heel effectief systeem meestal. Ja, en nou loop je al iets vooruit op de zaken, want dan heb je al over een puntensysteem voor positief gedrag. Maar social credit systems, die zijn natuurlijk relatief negatief in het nieuws gekomen door wat China aan het doen is. Ja. En, want China gebruikt daar om de hele maatschappij te runnen. Wat vind je van het Chinese systeem? Of misschien kan je eerst kort zeggen over hoe het Chinese systeem werkt, mocht je dat weten. Ja, ook kijk, wij hebben natuurlijk wij vinden dat misschien vervelend, zo'n puntsysteem, omdat we dat idee hebben dat we dan gemanipuleerd worden. En ja. We willen eigenlijk liever niet onze vrijheid kwijtraken. Terwijl wij eigenlijk niet beseffen dat we nooit vrij zijn. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat je... Kijk, we willen ons natuurlijk wel onttrekken aan dwang. Ja. En dat is eigenlijk dan de vrijheid die we hebben. Maar we zijn natuurlijk nooit volledig vrij, bijvoorbeeld van zuurstof of andere natuurwetten. Nee. En we kennen alleen de natuurwetten van gedrag. De meesten kennen die nog niet. Maar als je die wel kent, dan is eigenlijk de illusie van vrije wil helemaal weg. Mm-hmm. Alleen is het dan zo dat je zo effectief mogelijk die omgeving wil inrichten. En de Chinezen, denk ik, die denken er al zo over. Ja. En gaan dat op die manier aanpakken. Maar wij... Maar die maken ook gebruik van negatieve consequenties. Ja. En niet alleen van punten af te trekken, maar ja, dat je ook allerlei privileges niet meer krijgt. Ja. Maar ja, dat heb je in de westenwereld natuurlijk ook. Dat er ook maar een paar zijn die de meeste macht hebben. Mm-hmm. Alleen... Ja, daar wordt het er meer aan het toeval over gelaten. En daar probeert men dan in China althans dat wat systematischer te doen. Ook bijvoorbeeld in gevangenissen, dat je dan, dat noemen ze dan heropvoeden. Dat ja. Het echt een gedragsverandering is wat ze willen nastreven. Alleen is de vraag, van, wil je dat gedrag wat die Chinese overheid propageert? Of wie bepaalt dat dan? Bepaalt een dictator dat? Of bepaal je dat via democratische principes? Ja. Maar ik heb al begrepen dat het negatieve consequenties ook een hoop, dan zei je al, een hoop negatieve bijwerkingen hebben. Mensen worden boos of kwaad of verdrietig of angstig. Ja. En dat is natuurlijk ook het nadeel van het Chinese social credit systeem. Ja, maar ik begrijp toch dat ze ook vooral positieve consequenties koppelen? Of is het zo 50-50? Heb jij daar enig idee van? Ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Ik kan me goed voorstellen dat natuurlijk de angst voor de negatieve consequenties er wel voor zorgt dat mensen een hoop positieve dingen doen en dan uiteindelijk netto meer positief beloond worden. Maar dat is natuurlijk ook een vorm van negatieve bekrachtiging door mensen angst aan te jagen. Maar dat zal inderdaad net genoeg doen om geen straf te krijgen. Maar dan niet per se enthousiast omaatjes over de weg helpen. Nee, ik heb denk wel. Ik heb gesproken met een psychiater die dat in Amerika heeft, die een systeem geïntroduceerd met een puntensysteem in psychiatrische ziekenhuizen. Mm-hmm. Social credit systeem. En daar is wel, vind ik, een leuk voorbeeld. Dus je had in die tijd, jaren 50, had je vooral een Freudiaans paradigma dat alles, alle gedrag werd verklaard uit de jeugd en gefrustreerde seksualiteit. Ja. En dat is door de gedragsanalist is dat eigenlijk wel omver gegooid, die theorie. En wat deden ze? Ze keken naar wat doen die psychiatrische patiënten in die psychiatrische kliniek te veel en wat doen ze te weinig. Ja. En wat ze te veel deden was tv kijken en wat ze te weinig deden was zichzelf verzorgen. Mm-hmm. Dat werd toen in een puntensysteem werd dat geoperationaliseerd. Maar ja, als je dan jezelf geschoren hebt als man, ja, dan krijg je 2 punten. En als je zelf gewassen hebt, dan krijg je, als je gedoucht hebt, 3 punten. Ja. Nou, dan, als je bijvoorbeeld dan 10 punten had verdiend, dan mocht je, of 1 punt, mocht je een half uur tv kijken. En dan hadden ze een muntjes die ze dan in de tv konden gooien, zodat die tv je dan aanging. Mm-hmm. Dus Ted Ayon, die had een vriendje, die kon dat dan technisch allemaal regelen met die televisies. En hij had dat systeem bedacht. En dat leidde ertoe dat die mensen veel zichzelf beter gingen verzorgen. Dus ook allerlei gewoontes gingen aanleren die ze eerst niet hadden aangeleerd. Ja. En ze konden allerlei sociale vaardigheden leren die ze ook, waarmee ze makkelijker buiten het psychiatrisch ziekenhuis konden functioneren. Dus dat was wel echt een revolutie in de psychiatrie, de token economy system. Ja, en wordt het nog steeds gebruikt? Ja, het wordt nog steeds gebruikt.
inderdaad. En dus niet alleen in psychiatrische ziekenhuizen, maar ook in ja, allerlei acties bij supermarkten natuurlijk, dat je punten kunt verdienen als je... Als je daar, dus zeg maar, loyalty-programma's, McDonald's... Ja, nee, dat zeg je wel. Kijk, er zijn een hoop mensen, het is een klein luid groepje dat heel overstuurd is over die social credit systemen, omdat ze het idee hebben dat er dan allemaal gemanipuleerd worden. Maar ja, volgens mij zijn dat diezelfde mensen die ook in de rij stonden om een Air Miles pas op te halen. Ja. Ja, dus zij worden weer geconditioneerd door hun achterban of hun collega's, die ook tegen zijn, die dezelfde soort overtuiging hebben of dezelfde soort bubbel zitten, door corona al of niet. Dus dat, dat ontstaat dan, maar ze worden zelf net zo goed gemanipuleerd als wij allen gemanipuleerd worden. Ja, ik denk zelfs meer. Nog meer zelfs? Ja. Dat, hebben ze natuurlijk in die bubbel hebben ze krijgen ze positieve sociale consequenties voor bepaalde dingen te zeggen, bepaalde uitingen te maken op social media. En nou ja, als ik het zie, dan lijkt het er echt op dat ze expres hele gekke dingen moeten denken, of op zijn minst moeten publiceren of moeten roepen, om zeg maar hun loyaliteit naar de groep te bewijzen. En als ze dat dan doen, dan krijgen ze daar heel veel positieve consequenties voor. Oh, je hebt ook door dat Bill Gates een hagedis is. Mooi, gaaf, tof. En dan, ja, dan komen ze steeds meer vast te zitten in een zeer manipulatief systeem, wat ook een soort social credits is, maar dan sociale positieve consequenties. En niet per se een computersysteem die het bijhoudt. Maar ze geven elkaar geen punten? Nee, dat denk ik nog niet. Nee. Maar ze geven elkaar wel heel veel likes en zo. Hè? Dus, dat is ook punten. Ja. Want het aantal likes wordt geteld. Dus zijn ook punten. Ja, dus je kan ook echt zien dat... En volgelingen. Dus je ziet bijvoorbeeld NLP-trainers. Ja, even met bijzondere aandacht. Dat die op een gegeven moment... Is er eentje geweest die ze mij gaan nadoen. Ik maakte analyses van de taalpatronen van Rutte en de Jonge in de coronacrisis. Maar ik deed dat gewoon om te achterhalen hoe ze dat gebruikten. Of ze dat een beetje goed formuleerden. Nou, de helft van de tijd wel. De andere helft schoten zichzelf in de voet. Dus dat was absoluut voor verbetering vatbaar. Alleen hij ging het doen op zo'n manier dat mensen die erg gevoelig waren voor samensweringsverhalen helemaal bevestigd werden in hun... in hun verhaal. En daarin mocht hij op de alternatieve media te verschijnen. En dan kreeg hij heel veel volgelingen op YouTube. Ik hoop voor hem ook dat hij ook heel veel geld ermee verdiend heeft. Maar ja, hij zit natuurlijk nu in een patroon gevangen. Dat hij ook allemaal pro-Russische propaganda begint te verspreiden. Omdat het vanuit diezelfde groep gedaan wordt en zo. Omdat op een gegeven moment kan je niet meer anders. Hè. Je ziet het ook een beetje bij Thierry Baudet. Inderdaad, zit... Dan word je dus wel op korte termijn bekrachtigd door je directe sociale audience. Maar als het uiteindelijk toch niet op feiten is gebaseerd, dan zal dat toch uitsterven. Omdat het niet voldoende bekrachtigingen, ook financiële bekrachtigingen krijgt. Dus dan wordt dat gedrag toch weer uitgedoofd. En moeten ze toch weer noodgedwongen dan kiezen voor de meer mainstream theorieën. Ja. En dan krijg je dan nog een soort extinction burst, hè? Misschien kan je kort uitleggen wat een extinction burst is. Ja, extinction burst is net als dat soorten uitsterven in de evolutiegeschiedenis. Hoe noem je het ook weer, die schaal van de evolutie? Evolutionaire tijden, ja. Ja, maar je hebt, daar sterven dus de soorten uit, hè, in miljoenen jaren. En soms ook in kortere tijd, maar er ontstaan ook allerlei mutaties die dan weer beter geadapteerd zijn aan de omgeving. Maar dat geldt ook voor gedrag. Dus wij zijn Nederlands hebben we leren spreken, omdat dat bekrachtigd wordt door onze audience waarin wij leven. Maar als wij in een ander land terechtkomen, dan wordt dat niet meer bekrachtigd. Dus dan moeten we die andere taal gaan spreken. Mm-hmm. En dat is dus als dat niet gebeurt, terwijl je wel verwacht... Bijvoorbeeld dat je afwijkende mening hebt of je denkt dat heel veel bekrachtigd is. Maar het wordt niet bekrachtigd door andere mensen, dan krijg je een extinction burst. Want dan dooft dat gedrag uit, sterft uit. Maar dat wil je niet, want je wil juist dat het natuurlijk bekrachtigd wordt. En dan worden mensen vaak boos. Mm-hmm. Extreme voorbeelden zou je kunnen zeggen zijn 9-11. Misschien de moslimgemeenschap of de extreme moslimgemeenschap die de Verenigde Staten maar succesvol ziet zijn economisch. Ja. Maar zelf niet. En dan dat ze zich gaan verzetten tegen die macht die hen negeert. Mm-hmm.
Dus dat zie je vaak bij, maar ook op gewoon heel micromanagement. Als je bij de lift staat en die lift komt niet, dat je dan als een beetje agressief op zo'n knopje gaat zitten drukken. In de verwachting dat het dan wel sneller zal komen. Ja, en dat betekent dat hou ik wel op mijn hart voor vast. Dat die dat kleine groepje wat dan in die eigen samenzweringsbubbel vastzit. Als die steeds meer geconfronteerd worden met het feit dat ze onzin aan het geloven zijn. En dat ze dan ook een soort extinction burst krijgen en dan radicaliseren en domme dingen gaan doen. Ja, en daar is dan het leger en de politie en de rechtsregels, die staan daar weer paraat om die mensen dan te corrigeren. Maar zelf geloven ze er heilig in, omdat wij geloven eigenlijk allemaal heilig in wat we doen. En we hebben ook vaak nergens spijt van, omdat alles wat we doen in het verleden bekrachtigd is. Ja. Dus dan denk je van ja, als dat niet meer zo is, dan ofwel je moet eigenlijk denken van ik moet me ook aanpassen. En mijn gedrag moet steeds vloeiend zijn en aangepast aan nieuwe omstandigheden. Maar veel mensen die geloven niet dat zij hun meningen moeten herzien. Nee. En is het ook een manier, want dat is natuurlijk overigens in China lijken te doen. Hè? Dat is dat president Xi wordt daar gepresenteerd als de grootste filosoof van alle tijden. En ze gebruiken dat social credit systeem ook om de Chinezen op een of andere manier te laten geloven in het Chinese systeem. Is dat mogelijk? Of gaat het echt alleen over extern gedrag wat waarneembaar is? Nou, je ziet het ook bij Boeddha, bij Jezus. Hè? Er worden allerlei wonderen aan toegeschreven. Ja. Die volgens natuurwetten niet kunnen. En Xi, die zal, en ook die Noord-Koreaanse leider, die heeft ook allemaal fantastische dingen gedaan. Iedereen verslagen met allerlei sporten enzovoort. Ja. Ja, dat is natuurlijk onzin. En daarom is dat toch op den duur niet sustainable, dat soort theorieën en aanpakken. Maar in Noord-Korea wordt het afgedwongen met de dreiging van geweld. En het social credit systeem in China is natuurlijk wel dat het, je kan privileges kwijtraken. Maar het ziet er wat minder gewelddadig uit, althans vanuit mijn westerse ogenblik, dan het Noord-Koreaanse systeem. Kan je dat toch dan daar mensen mee beïnvloeden? Ja, ik denk dat China ook een geweldige inhaalslag heeft gemaakt in de richting van het economische wetten. Mm-hmm. En toch meer richting de Vrije Westen is gegaan. Ja. Of Vrije Westen, dus aanhalingstekens dan natuurlijk. Dus daarom weet ik niet, ik denk dat dat veel beter werkt dan het Noord-Koreaanse en ook het Russische systeem, waarbij er een paar mensen de absolute macht hebben en ook met theorie komen die ze eigenlijk niet kunnen waarmaken wetenschappelijk. Ja, maar toch blijkt ook bijvoorbeeld in Rusland toch dat een hoop Russen wel voor het verhaal wat op het journaal gepresenteerd wordt, hoe onzinnig ook ervoor gaan. Ja, maar ook zelfs in Amerika met Trump, waar ik in het begin vond ik dat toch een verfrissende zakenman leek mij dat. Ik had ook wel boeken van hem gelezen dat hij qua zaken doen, bijvoorbeeld onderhandelen, toch wel bepaalde kwaliteiten had. Mm-hmm. En tegen de bureaucratie van Clinton. Maar later ging hij toch wel eigenlijk alles wat hij zei, ging voor zichzelf als waar zien. Zonder dat het goed getest werd wetenschappelijk en dat het fake nieuws was. Ja, dat heeft hem ook toch de das omgedaan na 4 jaar. Ja, maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld in Rusland dat ze daar toch wel rekening houden met negatieve consequenties. Want als je kijkt naar het aantal gestorven soldaten, want ze hebben natuurlijk van die ID-dingetjes om. En je mapt dat over waar komen ze vandaan en uit Rusland. Dan zie je dat ze overal vandaan komen, behalve het groot Moskou en groot Sint-Petersburg. Ah. Dus de soldaten die in het Russische leger dienen, die uit Moskou en Sint-Petersburg komen, die worden daadwerkelijk uit die oorlog weggehouden. Om te voorkomen dat de mensen die de meeste invloed hebben in de Russische maatschappij, geconfronteerd worden met kennis en vrienden, familie, die zonen kwijtgeraakt zijn. Ja, maar nu merken we dat die mensen, dat ze enorme verliezen lijden en misschien toch dan uit die twee steden toch mensen nodig hebben om te gaan vechten? Of... Nou ja, ze hebben net bekendgemaakt dat ze nu ook 40-plussers als vrijwilliger in het leger opnemen. Om het tekort aan te doen. Ik denk dat ze nog steeds niet bereid zijn om Moscovieten of Sint-Peterburgers, ik weet niet of die al heten,
daarin. Nee, en zo zie je dat die conditioneringsgeschiedenis van Poetin zo sterk is. Hij heeft zoveel, is hij bekrachtigd, ook negatief bekrachtigd door tegenstanders te elimineren. Dat hij niet van zijn standpunt is af te brengen dat Rusland te zwak is eigenlijk om Oekraïne te bestrijden. Ja, en, maar is dat ook een soort social credit systeem dat, dat, dat ze in Rusland hebben? Dat is natuurlijk heel informeel. Het is heel corrupt. Als je iemand kan omkopen, is dat een statussymbool. Want dan heb je kennelijk genoeg geld om iemand om te kunnen kopen. En tegelijkertijd, ja, als je dus in Moskou of Sint-Petersburg zit, dan word je dan enigszins beschermd. Bestaat dat in informele social credit systemen? Ja, er is altijd is er een, zijn er systemen bezig met bekrachtiging. Mm-hmm. Er zijn systemen, natuurlijk juridische systemen, die negatieve bekrachtiging geven. Als je de wet overtreedt, krijg je problemen. Als je eraan houdt, krijg je in ieder geval geen problemen. Dus dat is negative reinforcement. Het leger en de politie is natuurlijk zijn strafsystemen, dus typisch vanuit de staat. Maar ook de sociale bekrachtigers die we continu hebben, op televisie te zien zijn. Poetin zelf, die probeert zich goed uit te zien en stoere lichaam te hebben met allerlei op beren te rijden. Ja. En stoer te doen, maar ook zijn persoonlijke bekrachtigers en met name ook dreigen, hè, dreigend overkomen. En dat zullen ongetwijfeld ook van hem overnemen, omdat ze denken van ja, die man heeft de absolute macht hier, dus dat wil ik ook wel. Dus ja. Maar eigenlijk dat gedrag imiteren. Ja. Dat en zijn continue dus, bekrachtigers die ook sociaal zijn, alleen zijn dat geen puntensystemen. Nee. Maar op school bijvoorbeeld hebben we wel puntensystemen natuurlijk ook om over te kunnen gaan naar de volgende fase. En dat is ook een social credit system. Ja, zou ik eigenlijk wel een social credit system willen noemen, ja. Oké. Okay. Ja. Dus in principe heb je overal systemen, dus het gaat meer hier over het, als we kijken naar het Chinese social credit systeem, het meer over het formaliseren van iets wat toch al bestond. Ja, en dan inderdaad op straat, dat je dan ook een bepaalde manier moet gedragen. Ja, op school zijn we dat wel gewend, maar op straat dat je daar ook punten krijgt als je niet door rood loopt, of door groen loopt. Ja, ik geloof wel dat dat ook goed zou zijn in Nederland ook, als we meer positieve bekrachtiging ook zouden laten geven door bijvoorbeeld de politiemensen. Dus dat die ook een stapeltje staatslood in hun binnenzak mogen hebben om af en toe eens uit te delen aan mensen die zich aan de regels houden. Ja, ja precies. En daar gaan we zo nog over hebben hoe we dit gaan toepassen in het Westen. Een mooi voorbeeld in Bologna schijnt het. Ik weet het niet zeker, maar daar is een hoop gedoe over. Maar toch nog naar het Chinese systeem nog een keer. Want dat is natuurlijk ook heel gekoppeld aan facial recognition. Hè, computers die herkennen wie je bent. En want dat is natuurlijk het grote idee van het Chinese social credit systeem. Is natuurlijk het probleem dat je hebt als, als wij als trainers of jij als docent of als coach. Is dat je wil mensen positief bekrachtigen wanneer ze gewenst gedrag vertonen. Maar ja, als je dan niet in de buurt bent, dan weet je niet of ze het doen. En als ze het doen, dan ben je er niet om het direct te belonen. En het idee is je natuurlijk continu die mensen met facial recognition, met camera's in de gaten kan houden. En dan wordt het wordt het een stuk makkelijker om consequenties uit te delen. Nou ja, in China doen ze dan en positief en negatief. Maar dus wat vind je van het idee om het hele land vol te hangen met camera's en te zorgen dat je continu alles in de gaten houdt? Maar enkel alleen om consequenties uit te delen? Nou, in principe ben ik daar helemaal voor. Maar veelal wordt het gebruikt om mensen te straffen. Ja. Mensen gebruikt om mensen te straffen, dan vind ik het fout. Maar om mensen te belonen, vind ik het goed. Ik denk ook even aan sporten. Sporten heeft ook een social credit systeem. Of in ieder geval een puntensysteem. Dat iedereen wordt bijgehouden. En ondenkbaar. Ga maar eens een basketbalwedstrijd spelen zonder punten. Dat is gewoon, dat is niet zoveel aan. Nou ja, ik merk het direct. Hè. Ik werk voor FC Twente. FC Twente is vierde geworden. En dat had niemand verdacht. Ze zijn rechtstreeks voor Europa geplaatst. Iedereen dacht dat ze op zijn beste na-competitie zouden halen. En dan zou het nog wel moeilijk kunnen zijn geworden. Maar het is allemaal goed gegaan. Ze hebben net van Feyenoord gewonnen. Nee, dankzij jou. Precies. Nou ja, mijn bijdrage is eigenlijk helemaal niet groot. Maar hij is er wel. En dan zie je dat ik meteen hele positieve consequenties voor krijg. Want mijn voetbalwerk is heel druk de afgelopen week geweest. Omdat iedereen denkt van, wat Joost doet, dat werkt geweldig. Want daar word je vierde mee.
Maar daar hebben ze gelijk in, toch? Ja, ten dele. Er zijn nog heel veel andere dingen die er ook mee spelen, maar het helpt. Dat zijn de details die dan de doorslag geven. Ja, nou ja, dat is het leuke van topsport, is dat als je er 2% beter doet dan de rest, dat je opeens aanzienlijk verder komt. In een puntensysteem, als de vierde plaats. Gefeliciteerd, Joost. Gefeliciteerd met die prestatie. Ja. Dus dat heb ik nog helemaal niet gerealiseerd, maar alle sporten zijn inwezen ook gewoon social credit systemen. Ja. En nu gaan we het dan op straat doen. Ja, en het is de vraag of dat via heel hiërarchisch moet worden ingestoken. Of dat je zegt, van, nou, we laten het inderdaad zoals in het Westen een beetje los. En dan zien we wel in de evolutie van gedrag wat het meest bekrachtigd wordt. Ja. Maar voor nieuw gedrag aan te leren kan het heel goed zijn om eerst zeg maar extrinsieke beloningen te geven. Waarna het dan na een verloop van tijd intrinsiek wordt. Ja, en in Bologna, daar gaan ze beginnen met, althans zo schijnt het, ik weet het niet helemaal zeker, maar het schijnt te beginnen met een social credit systeem waar je gewoon vrijwillig aan mee kan doen. En waar je ook niet met facial recognition in de gaten wordt gehouden, maar dat je een aantal gemeenteactiviteiten, als je daar dan bij participeert, dat je dan bonuspunten krijgt en dan krijg je daarvoor weer een of andere positieve consequenties. Ik weet niet precies wat je ervoor kan krijgen. Voor mij is het ook nog niet helemaal duidelijk. Voor mij kunnen er misschien bedrijven aan meedoen die je dan extra cadeautjes geven of zo. Zie je daar de nadelen van? Want opnieuw geldt al die samensweringsmensen die denken dat het de allergrootste ramp ooit is die de mensheid overkomen is. Maar in mijn ogen denk ik, ja, als je er vrijwillig aan mee kan doen en je krijgt alleen maar, en ze werken alleen maar met positieve consequenties. Wat is er op tegen? Ja, nou ja, de samenzweringstheorieën en zeg maar de uitdagers van de dominante coalitie in een sociologisch systeem. Ja, die zijn natuurlijk bang dat de dominante coalitie, zeg maar de machthebbers, dat die dan hun gedrag wat zij willen gaan bekrachtigen. Dus dat vinden zij eng en zien daar een soort samenzwering in. En ik weet nog goed dat ik via Nijrode, toen ik daar werkte, ook werkte voor Rijkswaterstaat. En dat we een groepje topmanagers van de natte poot van Zuid-Holland was dat, gingen helpen met het formuleren van de strategie. En dan hadden we ook een Max Mix groep van allerlei medewerkers die ook dan over die strategie gingen nadenken. Alleen die dachten dat het allemaal al was voorgekookt. Dus die hadden ook een waan dat het allemaal al bekokstoofd was. Die dachten van wij zitten er voor Piet Snot en we worden alleen gebruikt om het een beetje een beetje validatie te geven. En dan uiteindelijk doen ze toch gewoon wat ze zelf willen. Precies, dus ja, daar zou je ook wat zeg je? Was dat ook zo? Nee, dus die lui die wisten eigenlijk helemaal niet wat ze aan het doen waren, dit topmanagement. Ja. Oké, dat komt voor mij echt al heel bekend voor. En dat is heel vaak zo, dat ook topmanagers helemaal geen duidelijk plan hebben wat ze willen, maar ook gewoon reageren op de waan van de dag. En dat project hielp hen om samen tot een strategie te komen. Mooi. En is het toen ook dat ze die illusie hebben doorprikt en erachter zijn gekomen dat ze echt input hadden? Ja, want dan met Rob de Wilde, dat is een gewaardeerde collega die heel veel weet van large group interventions. Mm-hmm. Daar gingen we een hotel afhuren met, er werden dan 150 man van Rijkswaterstaat uitgenodigd om in groepjes dan te reageren op plannen van het topmanagement en ook hun eigen input te leveren. En je ziet dat overal, ook nu bijvoorbeeld op de VU, ik zit in de ondernemersraad, dan merk je toch dat in vele gevallen, ook bij gemeentes, dat dan de top die presenteert dan een plan en dat moet dan uitgevoerd worden. Ja. Terwijl het veel handiger is om mensen eerder te betrekken, omdat we als top, zeg maar, het rationele model, gewoon niet altijd alles kunnen overzien. Terwijl als je met veel meer mensen dat doet, kun je samen tot veel meer informatie komen en convergeren of divergeren. Ja. Eerst divergeren, dan convergeren met creativiteit, creatieve oplossingen. Ja, nou weet ik, voor mij ben je niet een super grote fan van het Viable System Model uit de cybernetica over hoe je organisaties kan runnen. Maar daar zie je heel duidelijk in dat als je heel weinig autonomie geeft aan de mensen die het geld verdienen,
dat je dan als senior management alwetend en almachtig moet zijn en heel veel op je bordje krijgt. Dat het in principe een dermate hoge vorm van complexiteit met zich meebrengt. Ja. Dat het feitelijk gezien onmogelijk is om almachtig en alwetend te zijn. En dat er heel veel dingen misgaan. En dat moderne organisatie, dat speelt eigenlijk al vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, dus veel meer autonomie moeten beleggen lager in de organisatie. Althans, ik zeg nu lager, maar ik bedoel eigenlijk in die delen die daadwerkelijk het geld verdienen. Want ja, dat doet de directie niet. En dat we dan door die mensen meer autonomie te geven, dan de druk op het senior management, die worden ontlast. Die hoeven dan minder te weten. En die kunnen dan meer vertrouwen op op hun systemen onderling. Of de autonome systemen die het geld verdienen in de rest van de organisatie. Ja, ik was gisteren bij Nederlandse Spoorwegen. Die willen een transformatie doorvoeren. Ja, wat is een transformatie? Dat is uiteindelijk ook gedragsverandering. En daarvoor, dat zien ze gelukkig wel. Vandaar dat ze mij ook daarbij betrekken. Maar je ziet ook al in de jaren 60 had je Lawrence en Lorsch. Die hadden een theorie over mechanische en organische organisaties. Mm-hmm. En die zeiden van ja, in een hele strakke voorspelbare omgeving is een mechanische hiërarchische organisatie goed passend. Maar naarmate de omgeving flexibeler en dynamischer wordt, heb je ook een organische organisatie nodig met minder hiërarchische lagen. En dus als je nog dinosauriusbedrijven hebt, net als een beetje de NS, die natuurlijk een heel voorspelbare omgeving altijd zat, omdat ze ook weinig concurrentie hebben, dan zie je dat dat nog heel erg kan gaan knellen. En dat zie je ook eigenlijk bij ministeries natuurlijk, die ook eigenlijk geen concurrenten hebben. En dus heel mechanisch in elkaar zitten. Terwijl je bijvoorbeeld bij Toyota, die een organische organisatie is, dan zaten de managers ook op de werkvloer. Dus eigenlijk zou het heel goed zijn als ambtenaren in Den Haag ook op scholen in het land gewoon zouden hun werkplek zouden hebben. Ja, 1 dag per week op school zitten. Ja, of 2 dagen. Of 2 dagen, kijk. En dat ze dan weer punten voor kunnen krijgen. Ja, en natuurlijk de maatschappij is een stuk complexer geworden sinds de jaren 60. Dus dat is alleen maar meer gaan spelen. Dan heb je ook in de theorie die ik aanhang van bier, is het zo dat het een soort pendulum is die tussen dictatuur en autonomie heen en weer swingt. En waarbij het ook te veel autonomie kan geven. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik bij Nationale Nederlanden de business NLP practitioner gaf aan het middelmanagement. Dat die mensen, die hadden een soort interventieteam van interim managers. En die waren gewoon in het diepe gegooid. Jullie zijn een zelfsturend team, zoek het maar uit. Dus dat komt mij heel erg in de oren als zijnde van inderdaad, het topmanagement heeft geen idee en die hoopt dat op die manier het middelmanagement de hete aardappels uit het vuur haalt. Ja, dat is zo, ja. Zo'n zelfsturend team bestaat dan soms ook uit mensen die dat helemaal niet gewend zijn om flexibeler met elkaar om te gaan. Dus dat kan ook wel knelpunten opleveren. Ja, ze wisten ook niet heel erg goed wat het doel ervan was. Hè? Dus dat... En dat vind ik al, dat wilde ik je al eerder vragen. Ik heb altijd, je hebt dat cybernetische model over hoe systemen werken. En die gaan heel erg uit van 2 dingen, namelijk van je hebt doelen en je hebt strategieën om die doelen te behalen. Mm-hmm. In mijn oren klinkt dat heel erg als het strategie, dat is het gedrag. En het doel is de consequentie, of dat het positieve consequenties zijn. En niet per se altijd hetzelfde. Soms is het zo dat je een bepaald doel haalt. En omdat je het doel gehaald hebt, krijg je een positieve consequentie. Maar soms is het doel zelf de positieve consequentie. Hoe zie jij dat, die verhouding tussen doelen en positieve consequenties? Ja, dat zie ik zeker ook precies zoals jij het ziet. Met als reinforcers, dan eigenlijk secundaire versterkers. Die dus afgeleid zijn misschien uit de versterkers die op dat behalen van het doel volgen. Ja. En vaak zijn het behalen van een doel weer een negatieve versterker om weer een volgend doel te moeten halen. En dat wordt het doel behalen niet goed gevierd, zodat het niet daarna het maximale uit mensen komt, maar het minimale om weer het volgende doel te gaan halen. Oké, ja. Maar je ziet wel een heel duidelijk onderscheid tussen doel en consequentie. Nou ja, zo'n doel is ook een bekrachtiger. Ja. Dus dat is een consequentie die na de inspanning komt. En bij de NS misschien een beetje inside information. Ik weet niet of ik dat mag delen, maar... Ik kijk bijna niemand vandaag. Bijvoorbeeld ze willen dan het gebruik maken van mokken, willen ze stimuleren. Mm-hmm. En dan
En ook het plezier in het werk. Dus dat zijn wel dingen die gewoon in mijn straatje ook goed passen. Je kunt het ook heel goed combineren natuurlijk door mensen te belonen met iets als ze meer mokken meenemen. En dan leidt dat tot meer plezier als ze dan positief bekrachtigd worden. Maar dan denk ik van, ja, wat zijn nou je hoofddoelen als management? Dan is natuurlijk zo'n mok is wel interessant. Maar ja, wat zijn nou je hoofddoelen als NS? En wat voor gedrag is er nou precies nodig om die doelen te halen? En dan kun je op die kerngedragingen kun je meer gaan bijsturen. Ja. En, ja, ook Jan Hoetmer, daar gaf ik dan die training mee gisteren. Die was ook uitgenodigd en die ken ik nog van een complimentenfilmpje die we hebben gemaakt bij NetTrain. Trouwens wel een leuk filmpje wat je zou kunnen nog navinden op YouTube. Dat zijn toen met een compliment. Weet je dat filmpje? Dat heet Complimenten, volgens mij met een uitroepteken. Ja? Van NetTrain, NEDTRAIN. En we hebben heel veel, ze hebben een training in complimenten geven gekregen, een aantal medewerkers. Mm-hmm. En die werden dan geïnterviewd wat de effecten daarvan waren. Er zijn ook prestaties gemeten. Ja, ik kan niet heel snel vinden helaas. Oké, nee. Maar Jan Hoetmer die was er en die geeft dus die complimenten trainingen. En ja, dat zie ik dus wel echt als een hele goede trainingsvorm om inderdaad heel breed in organisaties het geven en ontvangen van complimenten geven te trainen. En ja. Dat in combinatie natuurlijk het liefst met ook doelen van de afdeling. Dat die, als die gehaald worden. Of als je mensen echt gedrag ziet vertonen die in die goede richting gaat. Mm-hmm. Ja, en dat, daar zijn gewoon Nederlanders van name, denk boven de rivieren nog meer dan daaronder, gewoon heel moeilijk toe in staat om ja en te zeggen. Dat kwam dan gisteren in de training naar voren. Dat veel mensen ja maar iedere keer zeggen. Dat is altijd op de rem gaan staan als een andere met een idee komt. Terwijl je dat juist ja moet zeggen en dan zou je dat nog er iets op kunnen toevoegen. Ja, maar wat is nou mis met ja maar? Nou, dat betekent eigenlijk nee, tenzij. Oké. En nee is toch, het is eigenlijk een straf in plaats van een kritiek in plaats van een bekrachtiger. Ik gebruik een iets andere strategie. Ja maar, de mensen die altijd ja maar roepen, die kun je heel goed gebruiken als je ze goed timed. Dus als je zelf een voorstel doet en je weet dat iemand altijd heel kritisch is, dan zeg je, nee, Mari is een mooi voorstel. Joost is altijd kritisch, die zegt, oh, dat kwam nog even voor niks. En dan hebben we nog een derde figuur, dat is de ja-maar-figuur. Dus dan ben jij eerst aan het woord om jouw voorstel te lanceren, Marius. Dan zeg je tegen mij, nou Joost, wat vind je ervan? Ik zeg, nou, dat is helemaal fout. En daarna zeg je tegen de ja-maar-figuur, zeg je, en wat vind jij ervan? En die zegt, ja, maar. En dan gaat die ja-maar op mijn kritiek in plaats van op jouw voorstel. Oké, dat is ook een mooie manier. Dan, dus these, antithese, synthese-achtig. Ja, ik zou zeggen these, antithese, anti-antithese, zodat je weer terug op de synthese komt, of het op de oorspronkelijke these terugkomt. Ja, dus dat is wat die Jan Hoetmer dan onvermoeibaar doet. En nu bij Rijkswaterstaat trouwens. Die blijft maar ook tijdens die training erop hameren dat positiviteit cruciaal is om ook nieuwe ideeën te genereren. Ja. Kom ook steeds met nieuwe ideeën, om niet steeds in oude patronen te blijven zitten. En bekrachtig die ook, die nieuwe ideeën. Dat is wel iets wat cruciaal is. Maar ja, ik ben het met systeemdenken eens. Hè. Ik ben ook opgeleid door Freddy Lange, gezinstherapeut, ook in systeemdenken. Oké, nou mooi. Dat je oudersysteem hebt en kindersysteem en dat ook wel gescheiden moet zijn. Dat er bijvoorbeeld niet te veel, dat de moeder met de kinderen alleen een soort vriendjes is en dat vader daarbuiten staat. Maar je kunt dat ook vaak in een setting van een gezin, kun je ook wel zien wie bij wie zit en zo. En hoe die systemen en subsystemen in elkaar zitten. Ja. Door gewoonte ontstaan verkeerde systemen ook zichzelf steeds willen in stand houden. En dan moet je als therapeut zeg maar ook wel interventie soms doen om dat weer recht te breien. Duidelijk. Nou hebben complimenten ook een schaduwkant.
Dat als je een soort popiopie manager hebt die te passend onpas en het roept, hé, Marius, ben je lekker bezig? Terwijl jij denkt van ja, ik ben ondertussen eigenlijk gewoon een Minesweeper aan het spelen of patiënt op mijn computer, ik doe helemaal niks. Ik heb tijd niet gespeeld, maar dat was wel leuk inderdaad, dat Minesweeper. Ja. En heb jij, kan je daar iets meer over zeggen, over wanneer, wat de goede manier is van complimenten geven en wat de verkeerde manier is, zodat we die schaduwkant van complimenten kunnen vermijden? Ja, als, veel mensen die willen geen compliment geven omdat ze bang zijn dat de ander dan lui wordt. Mm-hmm. En, maar dat is dan eigenlijk een probleem van de complimentengever, omdat die moet zien of verbeteringen moet complimenteren. En als je verbeteringen complimenteert, worden mensen niet lui, want dan gaan ze verder verbeteren. Ja, maar dat is een verbetering die uit henzelf komt. Of is dat meer feedback waarbij je dan feedback geeft van joh, dit is fout gegaan. Je moet volgende keer het zo en zo doen. En dat je, als je dat dan ziet dat die persoon het ook daadwerkelijk op een andere manier doet, dan ja. Geef je er een compliment voor. Ja, of het uit henzelf komt, dat is een beetje als, alsof het uit een geest uit de fles komt. Maar mm-hmm. het is gewoon, wat doen mensen? En als ze iets doen wat beter of meer frequent gedrag is wat je wil hebben, dat kun je dus dan bekrachtigen. En daar worden mensen niet lui van. Dus het is sowieso goed, ik doe dat ook vaak, complimentenrondjes in directieteams. Ze hebben natuurlijk elkaar heel lang geobserveerd gedurende de afgelopen jaren. Alleen zelden hebben ze verteld en feedback ook gegeven over waar ze elkaar goed in vinden. Ja. En dan vaak tot tranen toe van ontroering nemen ze dan die complimenten in ontvangst. Okay. En dan hebben ze niet echt een doel gesteld van het moet zoveel beter zijn. Maar gewoon een aantal goede daden die ze in het verleden hebben verricht. Dat die eens weer onder de aandacht komen. Dat is heel erg. Een betere teambuilding sessies heb ik eigenlijk nauwelijks meegemaakt. Okay. Dat we allemaal palen gaan in de grond gaan slaan en met elkaar... Ja. Weet ik, allerlei spellen gaan doen, maar dit is wel helemaal tot de kern van het gedrag wat je denk ik wel hebt. Ja, maar heb jij nog niet mijn breintraining, teambuilding, of hebben we een breintype teambuilding meegemaakt? Waarbij nou, dat wordt dan tijd, want ik heb, dacht ik, alle trainingen bij jou wel... Je hebt wel gedaan, maar niet als teambuilding. Je hebt het toch wel meegemaakt dat we met papiertjes allemaal invullen... Over allerhande vragen, voorbeelden, situaties waarbij je keuzes moet maken over hoe je denkt dat je reageert. Maar ik kan alle trainingen van Joost aanbevelen. Ik heb ze ook allemaal graag willen doen. Omdat juist ook die combinatie van ABC en NLP en hypnose fantastisch geïntegreerd zijn. Dus ik ben echt heel blij mee. Mooi zo. Maar je hebt ze niet alleen willen doen, je hebt ze ook inderdaad daadwerkelijk gedaan aan het goed gevolg. Je hebt er van mij overal een certificaat voor gekregen. Ja. Dat is hartstikke mooi. Heb je nog iets wat we over het hoofd hebben gezien qua social credit systemen? Ja, dus kijk, wat ik ook veel doe bij projecten in organisaties is einddoelen en subdoelen stellen. Mm-hmm. En, dat ze ook voor die subdoelen dan punten kunnen krijgen. Of vaak ook gewoon bekrachtigers als taart bij de koffie of samen even gaan zitten als team als je een prestatie geleverd hebt. Ja, je kunt ook natuurlijk verschillende punten in performance matrixes zetten. Dus je kunt bijvoorbeeld iemand die zeg maar een hotelkamer schoonhoudt. Ja. Die moet een aantal dingen doen zoals de toilet schoonmaken, de prullenbakken legen, bed opmaken. Ja. En dan kun je allemaal punten aangeven in de checklist. En we willen eigenlijk ook geen chirurg die zijn eigen stijl van opereren heeft. Hè? We willen toch wel een chirurg die volgens een soort protocol wat zich bewezen heeft. Of een piloot die dat heeft. Ja, dus, is dat zo? Ik weet het, ik heb van dat een mooi voorbeeld van Nassim Taleb. Die zegt, stel dat je bij het ziekenhuis binnenkomt en je kan kiezen tussen chirurg. De eentje is helemaal netjes gekleed volgens het protocol. Allemaal hartstikke keurig, netjes, goeiedag en zo. En die andere is een soort langharige hippie. Die met een soort gekke zonnebril in de lounge hangt met een kopje koffie en zo. Hmm. En ook al wat grijs wordt en zo. En misschien nog wel een snor erbij heeft. Hmm. Welk van die twee kies je als chirurg? Ja, dat zegt me niks hoe iemand er qua uiterlijk uitziet. Maar als hij maar weet hoe hij moet opereren. En ja, maar dit zijn de twee dingen waar je toch uit moet kiezen. Waar ga je voor? Dan ga ik voor die nette figuur.
Oké, zie je, dat is een vergissing. Oh, Dat is, had die ander moeten kiezen. Ja, nee, dat is, want die ander die is dermate onaangepast voor het ziekenhuissysteem, dat hij een geniale chirurg moet zijn. Want anders, had hij nooit, anders was hij er lang uitgeschopt met zijn lange haar en zijn ongeïnteresseerde houding. Oké. Dus bij chirurgen is het heel erg handig om de meest verschrikkelijk uitziende chirurg te kiezen. Want die weet zich te handhaven, ondanks al die onaangepaste Ja. gedragingen. Ja, het is inderdaad het pauwenstaart argument. Het Dat is een ken ik pauw, niet. heeft een enorme staart. Oh, Dus je zou ja. denken van ja, dat is alleen maar slecht voor die pauw om te overleven. Maar dat is juist een seksuele pre. Want dan denken de vrouwtjes, nou, ondanks dat hij zo'n lange staart heeft, heeft hij ook nog overleefd. Dus die moet ik hebben. Ja, oké, die kende ik nog niet. Kijk, je kan wel nadenken, het AWC-model. Het ziekenhuis, de directie daarvan, die gedraagt zich op een bepaalde manier. Die ontslaat chirurgen die de kantjes ervan aflopen. En voor hen is, voor het ziekenhuis is natuurlijk goed geopereerde patiënten is een hele grote positieve consequentie. Maar dat is toevallig ook precies dezelfde positieve consequentie die wij als patiënten willen. En als ze dus zo'n onaangepast figuur zo goed tolereren. Ja, dan is het Ja. bijna zeer waarschijnlijk dat hij de meeste positieve consequenties oplevert. Omdat ze kennelijk heel veel ongewenst gedrag daarmee compenseren. En vind je dat hij dan ook niet een protocol zou hoeven te volgen, die langhaarige chirurg? Dat hangt een beetje af hoe ver hij van afwijkt. Maar vanuitgaande dat hij daar is mogen blijven vanwege het feit dat hij al die mensen heeft lopen redden. Ook al misschien heeft hij dat op een andere manier gedaan dan het protocol. Dan hoop ik dat hij gewoon bij mij doet datgene wat hij inschat dat het de beste kans geeft om mij te redden. Kijk, ik heb zelf ooit in het ziekenhuis gelegen met een ontstoken alvleesklier. Dat is heel pijnlijk en ook dodelijk. Dus dat was kantje boord. Maar daar kwamen ze bij mij toe en zeiden ze, ja, we hebben allerlei interventies hebben gehad, maar ik kwam net bij een congres terug en we hebben eens gezien, niks werkt. Dus we hebben gewoon, nu is het programma, je moet gewoon 10 dagen in het ziekenhuis blijven liggen, zodat we je gewoon in de gaten kunnen houden. Je mag eigenlijk alles, je mag eten, je mag, nee, verzin het maar, je mocht het. Alleen kwamen ze wel met een lijstje van negatieve consequenties, althans met allerlei gebeurtenissen die dan negatieve consequenties hadden. Dus ze zeiden, alleen je moet wel opletten als je misselijk wordt, koorts krijgt, gaat zweten, pijn krijgt, een hele waslijst. Ja, als je dan iets gegeten hebt, dan gaan we het weer via je neus naar buiten pompen. Dus toen ze dat tegen mij zeiden, zeiden ze, nou, dan kies ik heel, heel vrijwillig voor bouillon. Bouillon lijkt me lekker. En ik hoef geen grote hamburger, nee, doe mij maar bouillon. Want ja, dat is dan het vooruitzicht dat ze dat door je neus weer naar buiten gaan pompen. En dan Maar je kon is wel dat. zweten ook. Kon ik zweten? Ja, want die Andrew bijvoorbeeld, die Engelse prins, die kan toch niet zweten? Ja, nee, ik heb heel veel gezweet in die periode. De onzweetbare Andrew. Ja, dus ja. Ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld van iemand die dan die werd dan beschuldigd van omgaan met de minderjarigen. En die daar wel voor werd beloond op dat moment. Ja. Maar dat hij zei, ja, zij had gezegd dat ik aan het zweten was, terwijl ik helemaal niet kan zweten. Ja. Ja, dat is natuurlijk een. Kijk, dat verbale gedrag, dat is makkelijk gezegd, hè? Maar Ja. ja, bewijs het maar eens dat je niet kan zweten. Ga maar eens in Precies. een kamer van 50 graden zitten. Nou ja, in dit geval werd gewoon om een doktersverklaring gevraagd. Oh, dat kan En die ook. verscheen niet. En toen hebben ze toch maar snel voor een onbekend bedrag gesetteld. Dus. Ja, dus ja, zo'n puntensysteem. Ja, wie bepaalt als dat allemaal gezamenlijk van onderaf aan in de organisatie wordt bepaald, wordt dat misschien best wel gedragen door die samenleving. Maar in Ja. China is dat, ja, lijkt mij toch minder het geval. Maar het idee van puntensystemen, dat ben ik wel in principe positief over. Maar net als bij de sport, het moet echt gebruikt worden om te belonen, niet om te straffen. Duidelijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen, in Nederland hebben we allerlei ongewenst gedrag, wat we toch met grote groepen ongewenst vinden. Ja. Bijvoorbeeld het nasissen van vrouwen. Als je nou allemaal camera's hebt, dan moet je wel even met een microfoon erbij hebben om kan te alerteren als er een zisgeluid is. Ja. Dan denk ik dat er toch een grote meerderheid in Nederland te vinden is om sissen met negatieve consequenties te belonen. Ja, maar dat is een van de eerste technieken die je gebruikt om negatief gedrag te verminderen.
Dat heet differential reinforcement of mm-hmm. alternative behavior. Dat ja. wil zeggen dat je alternatief gedrag eerst moet gaan belonen voordat je het ongewenst gedrag gaat straffen. Want dan mm-hmm. negeer je het ongewenst gedrag in plaats van dat je het hoeft te straffen. Ja. Maar wat is dan een onverenigbaar gedrag van sissen? Is in ieder geval niet. Mag je dan wel naar een vrouw kijken? Dat is je hoed afnemen en zeggen: goedemiddag, mevrouw. Gnedige vrouw. Ja. Gnedige vrouw. Gnedig, dat is Duits. Oh, het is Duits. Duits. Ik herken Duits niet 1, 2, 3. Nee, ja, dus dat sissen, dat is. En dat, ik ben maar, en niet heel groot fan van Maarten van Rossum, maar hij heeft toch wel ook wel heel vaak wel hele leuke inzichten. Die zegt, als je. Die mannen moet je even. Die moeten even door een periode heen tot hun 25ste en dan zijn de hormonen weer wat gekalmeerd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je natuurlijk mag sissen. Ik ben trouwens met een student nu bezig. Die is bezig om de seksuele marktplaats van vrouwen en mannen te onderzoeken. Het is een islamitische jongen die heel erg naar die evolutietheorie kijkt. Mm-hmm. En die zegt, die bepleit eigenlijk een beetje voor hoofddoekjes op de werkplek. Omdat vrouwen dan niet zichtbaar zijn wie de knapste is. Mm-hmm. Waardoor ze zich eigenlijk beter kunnen ontplooien als werknemster. Dat vind ik wel een interessante gedachte. Vrouwen krijgen negatieve consequenties omdat de mannen iets niet kunnen. Die mannen die. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik weet ook niet precies hoe ik erover moet denken. Maar ik vond het wel een hele aparte combinatie tussen hoofddoekjes als een van de mogelijke aanbevelingen. Ja. En de seksueel marketplace theorie die islamitische jongen gebruikt als basis voor zijn idee waarom vrouwen dus weinig de top halen in bedrijven. Misschien een onderwerp voor een andere keer. Ja. Volgens mij hebben we het einde gehaald. Is het alweer zover? Nou, nog niet helemaal, maar gegeven dat er ook geen vragen zijn van het publiek. Het is waarschijnlijk te mooi of te veel vakantie. Tenzij jij nog iets denkt van, dat moet er nog bij de social credit systemen. Nee. Nou, ik denk dat dat wel iets van de toekomst toch is. Dat we steeds systematischer gedrag gaan beïnvloeden, ook door de overheid. En de overheid dus niet alleen maar, wat tot nu toe toch het geval is, via negatieve bekrachtigingen werken. Oh, dus ik heb toch nog een vraag. Oh, toch nog, mooi. Ja. Dat toch ook positieve bekrachtigingen van de overheid steeds meer zullen komen om ook te concurreren met al die economische positieve bekrachtigers. Ja, en dus mijn plan is om een social credit systeem in Nederland te introduceren als een soort particulier initiatief. Ja. Is dat mogelijk dat je dan vrijwilligers krijgt en dat je dan bedrijven erbij aanhaakt die dan mensen die zich positief gedragen belonen met gratis spullen? Ja, dat heb ik zelf altijd ook met cafetaria systemen in bedrijven. Waarom niet gewoon geld dan te geven? Maar waar krijg ik als particulier initiatief het geld vandaan? Nou, van sponsoren die hier wat in zien. Om niet alleen resultaten te belonen met geld, maar ook gedrag echt eens centraal te gaan stellen als mm-hmm. basis voor okay. resultaten. Ja, dus dan moeten we dus. Maar mijn idee is namelijk ook dat. Dat kan ik ook gewoon bij jou checken dan nu. Ja, hoe weten we nou, hè, als wij als particulier initiatief dat doen, en stel dat we allerlei rijke sponsoren hebben die dat sponsoren. Hoe weten wij nou hoe mensen zich gedragen? Ja, we hebben natuurlijk geen camera-systeem hangen waarbij we iedereen kunnen observeren. Dus mijn idee was dat mensen gewoon zelf dat kunnen aanmelden. Als zij iets, wij maken een lijst van dit zijn alle positieve gedragingen die onze sponsors graag willen. Ja. Heb je een keer dat gedaan? Laat het ons weten. Of dat je misschien een app hebt dat je dat kan aanklikken. Nou, heb je dat gedaan. Is dat iets wat zou kunnen werken? Of gaat het te veel fraude in de hand werken? Nee, ik vind het een goed idee. Omdat we heel veel mensen die willen een betere wereld. Hè? Ik hoor dat heel vaak. Gewoon, ja. Mannen en ook heel veel vrouwen. Maar ze specificeren het vaak niet. Nee. Dus dat zou dan een eerste stap zijn om zo'n creditsysteem in het leven te roepen.
Dus om te meten is het eerste stap, hè? Het protocol van gedragsanalyse is eerst specificeren en dan meten. En dan doelen stellen, feedback doelen stellen en belonen. En dat, de eerste stap missen we. En dat zou dus eerst inderdaad een lijst moeten komen van wat voor specifiek observeerbaar gedrag willen we. Dat vind ik een fantastische eerste stap om dat, daar een soort actie voor te gaan maken. Lijkt me heel leuk. Dat we beginnen met een platform waar iedereen gewenst gedrag kan invoeren. Indienen van voorstellen, ja. Ja, ja, en waar je dan op kan stemmen, zodat we weten welk gewenst gedrag het meest gewenst is. Ja, misschien een soort website met dat er een rangordening kan komen van gedragingen. Dat mensen die lijst kunnen aanvullen met gedragingen die ze willen. En een punten kunnen gaan toekennen. En misschien kunnen ze die punten weer verdienen naarmate ze meer ideeën inbrengen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan krijgen we een hele mooie lijst met een soort prioritering. Duidelijk. Leuk man. Nou, dan zijn we alsnog ermee aan het einde gekomen. Ik ga eens nadenken over of zo'n website makkelijk te bouwen is. Mocht je heel rijk zijn of een bedrijf zijn die hier iets in ziet, neem contact met ons op. Wij worden graag gesponsord om dit idee uit te werken. En Marius, jou ga ik volgende week weer zien. Ja, heel leuk. Mooi. We hebben iedere keer weer wat nieuws en jij weet het allemaal heel creatief hier te bedenken en in goede banen te leiden. Dankjewel. Hopelijk, ja. Tot volgende week. Tot volgende week. Doeg.